luister. Alleen nog dit ene noodgeval en dan ga ik naar huis. Oké. Het is nog nooit zo druk geweest. Ik moet er naartoe, Radar. Ik kan niet langer van mijn werk wegblijven. Je kunt het, Jerry. Je kunt het. Je kunt het. Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant. Ah! Oh, nou, zeg, dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptunus stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou, laten we nu de schroef vrijmaken. Dan sleep ik je weer terug naar de wal. Het spijt me zo. Ik had vandaag thuis moeten blijven. Hoewel ik je plichtsbesef waardeer, nam je veel risico door jezelf en anderen in gevaar te brengen. Weet ik. Ik zal het niet meer doen, baas. En het spijt me, Sam, dat ik je vrije dag verknald heb. Ach, ik was toch al onderweg. Het is moeilijk om thuis te blijven als je de beste baan van de wereld hebt. Daar heb je gelijk in, Sam. Gezondheid. Gezondheid. Hallo, tijger. Vaarwel, broodje. Oh. Jaap en Norbert worden vermist op zee. Jaap en Norbert worden vermist op zee! Klinkt als een taak voor Neptunus. Misschien is het een idee om Tom met zijn helikopter te sturen, commandant. Maak ik in orde, Sam. Ga ook maar mee, tijger. Brenda zal zich wel afvragen waar je blijft. En ik zeg dat we terug gaan roeien. Maar welke kant is dat dan op? Straks raken we nog verder op zee. Oh. Auw. Oeh, als alles maar goed gaat. Als ze daar zijn, zal Sam ze wel vinden. We hebben geen eten. Geen water. Oh, wat moeten we toch doen, Jaap? Rustig nou maar, Norbert. Ze gaan ons heus wel zoeken. Maar de oceaan is zo groot. We zijn er net een speld in een natte hooiberg. Helemaal hier zijn gekomen is me een raadsel. We komen er zo aan. Dank je, Tom. Over en uit. Het spijt me, Sam. We waren in slaap gevallen. Dat heb je met zo'n kalme zee. Maar hij blijft ook onvoorspelbaar. Trouwens, jullie hadden hier sowieso nooit op eigen houtje mogen komen, jongens. Maar we waren piraten.
Laten we eerst maar weer naar de wal gaan. Gelukkig, je bent weer veilig. En, denk je nu wel dat meisjes goede piraten kunnen zijn, Norbert? Misschien, Sarah. Misschien wie? Misschien kapitein Sarah. Oh, Brenda. Ik heb hier een zekere tijger die denkt dat hij brandweerkat is. Jullie hebben toch geen last van hem gehad, hè? Laten we zeggen, hij zal het beter doen als scheepskat. Hij stinkt naar vis. Alm, Klaas, je hebt geen hoogtevrees. Je kunt het best, hoor. Stel ze nou niet teleur. Eerst de veiligheidsriem. Oké, daar ga ik. 1, 2, 3. Ja! Oh, nee! Help! Ik zit vast! Help mij! Dit is allemaal jouw schuld, Norbert Buck! Ik ren wel naar de bergreddingspost. Ik ga Tom halen. Hij moet brandweerman Sam bellen. Hou je vast, Klaas. Ik ga hulp halen. Tom! Tom! Oh, nee. Ik moet proberen hulp te zoeken. Hallo? Hallo? Brandweerman Sam! Brandweerman Sam! Wie is daar? Norbert Buck. Norbert Buck? Wat voer je nou weer uit? Klaas is in nood. Bij de bergreddingspost. Wat? Is Klaas in nood? Oké, we zijn onderweg. Ik hou het niet zo lang meer vol. Brandweerman Sam is onderweg. Oké, Klaas. Laat maar los, dan vangen wij je op. Ja! Ja! Dat was gaaf, zeg. Is alles goed, Klaas? Ik geloof het wel. Wauw, een 3-dubbele salto. Hoe gaaf is dat? Was Klaas niet geweldig? Wat vind jij, Norbert? Het spijt me dat ik je niet vertrouwde, hoor, Klaas. Ik wou zo graag de leider zijn. Op een dag zul je dat ook zijn, Norbert. Weet je, volgens mij ben jij onze beste leider ooit. Op Sam na dan. Zoiets kun je over jezelf toch niet zeggen. Jullie zijn je lunch vergeten. Ja! En, hebben jullie het leuk gehad? Klaas was heel erg dapper, mam. Je had hem moeten zien daarboven aan de kabelbaan. Oh, jammer dat ik alles heb gemist. Doe het nog eens, Klaas. Ik zie je zo graag in actie. Sam, stop! Wat is er aan de hand? We hebben te maken met een bosbrand. We zijn bang dat het zich uitbreidt. Oh, dat klinkt ernstig. Misschien moet ik meegaan om te helpen. En hoe zit het dan met je tv-show? Ja, op de eerste plaats ben ik brandweerman, hoor. Wow! Oh, daar is brandweerman Sam! En daar komt Tom! Cool! Is alles goed met jullie? Nou, ik voel me wel wat zwakjes. Een broodje zou kunnen helpen. Oh, niet nu, Norbert. Het is nu te laat om nog naar je tv-show te gaan. Niet als je met de helikopter gaat. Spring erin, Elvis. Wauw, fantastisch. Net als een echte superster. Elvis, wacht. Je vergeet iets. Succes, we gaan allemaal naar je kijken.
Bedankt! En ik zal morgen op tijd terug zijn, hoor! Ah! Oh, die vogel eet al mijn broodjes op! Dat is een roodgekuifde vlierenfluiter! Niet bewegen, Norbert! En nu, helemaal vanuit Piekepolder, Elvis Crispijn! Ik wil even de groeten doen aan al mijn vrienden in Piekepolder. Met name aan brandweerman Sam en Jenny en natuurlijk commandant Staal. De beste collega's ter wereld. Hebben jullie dat gehoord allemaal? Hij noemde mijn naam. Ik zing mijn lied dat ik heel goed ken. Maar ik vergeet echt niet dat ik een brandweerman ben. Dingeling, dingeling, ja ik beken. Iedereen die weet dat ik een brandweerman ben. Ja! Oh, rare jongen. Doe nu alsof je een groot vuur blust. Ik bedoel een gigantisch vuur. Oh, zoiets? Kunt u er misschien iets meer ons in leggen? Ga uit, vuur! Ga uit! Prachtig! Misschien nu iets met de bijl. En een foto bij de paal, is dat iets? Oh, ja, dat is geweldig! Een fantastisch idee! Oh, kom eraan. Goed, je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Dag hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu die weer thuis is waar die hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeebeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Daar gaan jullie. Terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt! Eindelijk! Een mooie foto van de Piekepolder Brandweerbrigade. Oh, sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Nou, ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. Hallo, brandweerman Sam. Ik wilde net... Sorry, Jaap. Noodgeval. Ik breng hem straks wel weer terug. Wauw. Oh, ik snap er niks van. Ik dacht dat wij het vandaag heel erg druk zouden krijgen. Nou ja, zeg. Dat is geen gepast tijdverdrijf voor een brandweerman op zijn vrije dag. Geen tijd om iets uit te leggen, commandant. Er is brand in de supermarkt van Diewertje. Brand? Ah, werk aan de winkel. Eindelijk. Geen opdracht gegeven. Oh, dit wil ik wel eens uitproberen. Oh, gelukkig, daar ben je weer, Sam.
Wauw! Kijk toch eens, wat een rook! Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, zo. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè Jenny? En, heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Oh, dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Oh, Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrije dag ons geholpen hebt, willen we jou nu helpen. Ik schilder je voordeur, Sam, met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Oh, Mam. Dat is geweldig. Dank jullie wel. Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard. Was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Kijk uit! Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Oh, alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval je in brand mocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkriptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. En? Goed nieuws. Mark Voet had een ongeval, maar hij is gered. Goed gedaan, Van Radar, hè? Wat een held. Sam zei ook nog iets over loslopende schapen. Zeg, baas, mijn hik, het is over. Mark zei al dat schikken zou helpen. Oh, nee. Oh, nee, hier is brand! Bel brandweerman Sam. Oh, er is brand bij Mark Voet thuis.
Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Sam! Is het het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer. Gasmaskers op, mannen! Alles onder controle. Gelukkig was het niet erg. Dank je, Sam. Bedankt, hoor, Sam. Hoe is het eigenlijk begonnen? Het was mijn schuld. Ik legde een doek over de pompoen, zodat het op het spook van Piekepolder zou lijken. Om eerlijk te zijn, liet ik de kaars branden. Laat nooit een kaars branden als je weggaat. En leg helemaal geen doek over een vlam. Het spijt me. Het was echt geen opzet. Ik wilde alleen maar de bankmaakwedstrijd winnen. Meer niet. Het was een ongeluk, Norbert. Geen zorgen. Maar het vuur heeft wel voor een hoop rommel gezorgd. Ik maak het allemaal schoon. Ik help. Ik ook. Laten we allemaal gaan helpen. Ach, dat zou geweldig zijn. Onthoud nou eens, Norbert. Alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. Oké, Sam. Dat beloof ik. We hebben, geloof ik, een winnaar. Hoort hij de alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam. En hij is heel accuraat, brandweerman Sam. Hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Ah, gelukkig, je bent er. Daarboven, Sam. Rustig maar, Brenda. Alles komt in orde. Jenny, stabiliseer Jupiter. Jupiter stabiel. Schiet op, Sam. De ladder gaat nu omhoog, Sam. Ietsje verder, Jenny. Kom maar, tijger, het is tijd om naar huis te gaan. Oeh, wacht eens even. Kijk toch eens wat ik heb voor jou. Werkt altijd. Oké, Jenny, laat me maar zakken. Oh, dank je, Sam. Hou je vast, Sam. Ik ga je nu naar beneden. Oh, gelukkig. Wat een opluchting. Help! Kom net toch helpen! Oké, ik ben er klaar voor. Maar ik niet. Ik moet de camera opnieuw aanzetten. Oh! Ja, komt iemand me nou nog eens redden of niet? Ik kom al, Sarah. Ik kom al! Gewonden op het strand. De
Er is een gewonde op het strand, Sam. Lijkt me een klus voor de kustwacht. Ga met Jenny naar de reddingsboot. Wat is er gebeurd, Karel? Hallo Sam. Niets eigenlijk. Ik raakte een rots en viel overboord. Mijn voet zit vast in de kreeften, fuck. Ik kan er niet uit. Oh, nee. Oh. Ik duik naar beneden en kijk wel even. Je moet behoorlijk hard zijn gegaan toen je die rots raakte. Ik weet het. Ik wilde de held uithangen. Sam's derde redding in één dag. Dat is mijn douchegordijn. Norbert? Oh, vliegende vlammen. Oh, de telefoon. Oh, het nummer. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Brand, brand. Brand in de keuken van de kazerne. Sam, Sam, er is brand in de keuken. Brand in de keuken van de kazerne? Nou zeg. Doe de gaskraan dicht, Elvis. Gaskraan dicht. Elvis Crispijn, er staat gewoon een brandblusser in de hal bij de nooduitgang. Wat spijt me, baas. Ik raak in paniek. Hoe is het met het eten? Oh, het eten is wel vaker aangebrand, maar nog nooit zo erg. Volgens mij brengt deze emmer helemaal geen geluk. Aha. Au. Jammer dat we vandaag geen krab vangen, Norbert. Hier, laat mij maar. Wow, wie doet het licht nou uit? Ik zit vast. Ik moet hulp vragen. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Oh, Mark Voet zit opgesloten in zijn busje. Sam, gaat om Mark Voet. Hij zit opgesloten in zijn busje. Zo snel mogelijk er naartoe. Geen zorgen, Mark. Hulp komt eraan. We hebben je er zo uit. Elvis, wacht. Wat ben je van plan? Je zei als het nodig was dat ik de superknieptang als eerste mocht bedienen. Maar hij is niet nodig. We hoeven alleen dit hout te verplaatsen en de deur kan open. Oh, bedankt, Sam. Ik dacht even dat ik er nooit meer uit zou komen. Thank you.
Ho, 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 er zit iemand vast tussen de rotsen op het strand. Het strand, Sam. Iemand zit vast. Zo vlug als je kunt er naartoe, want het wordt al vloed. Neem de superkniptang mee, Elvis, voor het geval dat... Yes! Wat is er gebeurd? Zijn voet zit echt muurvast, Sam. Ik heb van alles geprobeerd. Nee hoor, nog niet alles. Dat klopt, Elvis. We kunnen nog één ding proberen. Norbert, kun jij je veters losmaken? Denk het wel. Yes! Ah, dank je wel, brandweerman Sam. Oh, nee! Mam! Klaas! Er is nu echt brand. Een bosbrand. Bel brandweerman Sam terug, nu! Norbert Puk, wat heb ik je nou gezegd over het verzinnen van die enge verhalen? Nee, ik verzin dit echt niet. Het is waar. Kom maar kijken. Oh, oh, nee. Oh, we hadden nooit bij het kampvuur weg moeten gaan. Doop Thomas voor Sam. Ik ben onderweg. Waar ben jij? We zijn net gearriveerd, Tom. Jenny, Elvis, breng de slangen. Zo! Het vuur is te ver van de weg. De slangen rennen er niet om. Tijd voor draagbare pompen en vuurzwepen. Geen zorgen, Sam. De watertank is gevuld. Ik kan helpen vanuit de lucht. Leuk hoor, die slappe scheppen. Oh nee. Brandweerman Sam. Mark Voet is gevallen. Hij zit vast in het Volviscafé. Ongeluk in het Volviscafé. Persoon zit vast. Roep zuster Voet maar op. Er is misschien medische zorg nodig. Oké, Sam. Blijf maar rustig, Mark. We hebben je er zo weer uit. Oh, ja. Voorzichtig, Sam. Verplaats hem niet. Hij moet eerst ingesnoerd worden, voor het geval er iets met zijn rug is. Hier is de evac-stoel om hem te vervoeren, Sam. We hebben niets aan de evac-stoel, Elvis. Er is hier helemaal geen trap meer. Ga de brancard pakken. Juist, de brancard. Rustig aan daar. Een noodgeval! Nee, niet zo, mam. Dat werkt toch niet? Mam, bel brandweerman Sam! Brand in de supermarkt? Sam, brand in de supermarkt van Diewertje Puk. Ze heeft ons zojuist gebeld.
In de baai is een man overboord. Sam, wacht! Wat is er? Er is ook nog een andere oproep. Er is een man overboord in de baai. Laat Jenny naar de reddingsboot gaan, commandant. Goed idee, Sam. Jenny. Ik ben al onderweg, baas. Brand Elvis, je moet eerst de stroom eraf halen. Daarheen. Dokidoki, Sam. Het komt goed, Diebertje. De brand is geblust. Alles is in orde. Oh, 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 oh. Robert! Brandt iemand, Sam? Hier beneden. Alles komt goed, Norbert. Maar je moet wel luisteren naar wat ik zeg, zodat ik je kan helpen. Hallo, Tom? We hebben hier beneden een dubbel harnas nodig. Geen zorgen, Sam. Het komt eraan. Momentje. Oké, Norbert. Ik kom je een harnas brengen. Je moet hem over je hoofd doen, Norbert, zodat hij onder je oksel zit. Komt wel goed, Sam. Ik hou hem wel vast. Pak jij radar maar. Wow! Norbert! Je moet hem wel goed omdoen, Norbert. Sorry, Sam. Ik dacht dat ik wist wat ik deed. Maar dat was niet zo. Maakt niet uit. Ik ben er nu. Haal ons op, Tom. Wow! Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah. Hij is een leuk snugge hondje, oh yeah, yeah. Zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam. En hij is heel accuraat, brandweerman Sam. Hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt.